Yo, ik ben Esther. Yo, ik ben Dave. En vandaag is er tijd voor... IJs. IJs. We gaan huisjesijs weer maken. Wat heb je nodig natuurlijk? Huisjesvorm. Ja. En jongens, de andere video die we heel ver in het verleden hebben gemaakt, zal ik hier beneden... Even Dave. Zal ik hier beneden in de comments... beschrijving neerzetten. Wat heb je allemaal nodig? Die, deze, en deze heb je nodig om hier op neer te zetten en hem dan in de vriezer te doen. En hier een kiwi, een peer en een banaan. Kiwi, banaan. En dit is siroop. Wij gebruiken zwarte beste kassis. Ja, kan die even. Oh, ja hoor. Nee, deze. Cola heb je nu nodig. En een mes. Wij zijn hier momenteel, omdat het nu 3:45 is, we moeten hier 2 dagen mee bezig. Maximaal zijn wij hier 2 dagen bezig, omdat het ook nog in de vriezer moet. Maar dat is geen 1 dag. Of wel? Je bent hier maximaal 2 dagen mee bezig. Wat ook nog in de, wat heb ik al gezegd? Wat ook nog in de vriezer moet. En jongens, dan zeggen we, laten we maar gaan beginnen. Oké jongens, Dave gaat er straks wat. Limo doorheen doen, dan ga ik het prakken. Laten we het zo zien dat we het fruit hebben alvast gesneden. Af en toe laten we het zien dat ik het heb geprakt. Ja, en Dave gooit er iets erin. Kijk, ja. Ik moet prakken. Oh, gaat het weer zo smerig. Ja, jij gaat overal heen. Kijk jongens. Hij is een beetje uitgeschoten. Maar begrijp niet. Dat gaat toch wel. Sorry. Let's know, dus kunnen we nog iets meer fruit erbij doen. Wat voor stuk ijs gaan wij doen? Kiwi met peer en banana. Yoghurt erbij. Jongens, er moet yoghurt bij. Ja, dan gaan we ook yoghurt erbij doen. Even een mouw opstropen. Laat me even, want dan schiet ik weer uit. Gewoon overal. Oh. Dit lijkt letterlijk op kot. Ja, van jou. Ja, is het? Ja, ik. Zo. Dat is misschien. Jongens, moeten we even prakken. En dan zien jullie dadelijk in de video. Kijk. Hoe het eruit ziet. Ja. Oké, het valt erbij. Kijk jongens, de duif wat op mijn voorhoofd. Zodat jullie er nu uit hebben. Even buiten de opnames hebben we het even verder gedaan. Het lijkt natuurlijk op iets wat al heel lang ligt als kots. Nou, wit. In plaats van. Het lijkt op roze yoghurt. Roze kots. Ja. En we gaan nu weer meer buiten de opname doen. Om het even goed te prakken, anders zit de video gaan we te lang doen. Dan kan het wel een half uur doen of zo. Ja, dus. Let's go! En een lepel nodig, dat hebben we gisteren gezegd, maar je hebt ook een lepel nodig en dit is het eindresultaat van hoe het eruit moet zien voordat je het in de huisjes gaat scheppen. Laat het gewoon daar staan, want anders dan ligt het dadelijk op de grond. En wat gaan we, stap 1. Je doet een schepje van dit. Doe je hier. Dat is toch logisch. En dat moet je eerst bij elk huisje doen, toch? En jij maakt het schepje daar bovenop. Ja? Van voor de bodem. Je mag morsen. Dat is logisch. Maar tot het nog een beetje zo erin scheppen. En dan kan deze zo het volgende laagje erop scheppen. Een heel fruitig ijsje.
En nu mag Davids volgende lachje schrijven. Klik. Je geur naar waar. Ik ben heel voorzichtig. Is het lekker, Kel? Tot, jongens, dus totdat alle huizen helemaal vol zijn. We checken jullie weer. Nee. Maar dit is nog maar het laatste beetje. Ja, moet ik het even pakken, hè? De huizen zijn al bijna klaar. En nu gaan we het laatste beetje gaan verdelen. Ja, dat wil ik even zeggen. Dat moet ik wel. Niet met je het lepel opzetten. Ze hebben de eitjes hebben de. We hebben net de. Hoe heet dat nou? De ijsvormpjes erin gedaan. Dus dat spul erin. Ik zei, het had wel helemaal verkeerd, maar het maakt niet uit. Wat doen we nu? Doen we dat ding door dicht. Hoe moet dat dicht? Gewoon doen. Oh. En dan ga ik even opstaan. Doen we dat ding. En jongens, en dan checken jullie weer. Dan checken we jullie morgen weer. Dan zeggen we tot morgen. Oké, jongens, we gaan nu die ijsjeshuisjes eruit halen. Ijshuisjes eruit halen. Ik weet niet of het is gelukt, ja, of net is Dave maak. Dat ding maar open. Heeft een naam. Ja, vriezer. Koelkast. Nee, de koelkast dan. Open om eruit te halen. Ja, doe maar. Kijk dat ze niet vallen. Dat zit hem in het probleem. Recht houden, optillen. Kijk. Het is heel vies. Het ziet er uit als ijs. Ja, joh. En kijk hoeveel gekloeid hebben. Kom. Hoe kan... Oké, stap 1. Haal de ijsjes uit dit vorm. Het is plakt. Ja. Joh. Niet met je vingers aan zitten. Ja, laat het echt jullie dan. Oké, als we dat dingetje eruit hebben, gaan we dan komen weer bij jullie terug. Ja, we doen... Kijk, dit zijn de huisijsjes geworden. We gaan nu ons jas aantrekken. En dan gaan we naar buiten. We checken jullie weer als we bij mijn opa en oma's huis zijn. We zijn nu bij mijn opa en oma thuis. Ik kan niet zo heel goed filmen. Dave, ik zie je. Ja, ga maar. Ga maar. Kijk. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Hoi. Geef maar. Wat is dat nou weer? Hoe koud? Een ijsje. Ja, pak over. Met koud. Is dat ijs? Ja. Nou, dat is echt ijs. Heel huis met van ijs. Dat moet eerst smelten. Ja, nee. Zacht over. Ja, oké. Ik heb niet doorheen te komen nog. We hebben een drillboor van nodig. Dat is echt hard. Hij heeft ook een 24 uur in een vriezer gestaan. Wat heeft het? In een vriezer gestaan. En waar is het van gemaakt? Banaan, yoghurt, kiwi, peer. En peer. En peer. En water. Nee. Enkel maar fruit. Oh ja, en siroop. Ja. Ziet er wel leuk uit. Kom om op te eten, zo'n mooi huis. Oké, jongens, we checken jullie weer als we bij Dave thuis zijn. Jongens, wij hebben ook lekker ons ijsje opgegeten. Nou ja, die is half. Kijk, dit was ooit een huisje. Maar nu niet meer. Jongens, maar ik vond het lekker. Ik vond het een leuke video. Maar overdag vond het lekker. Het was ook een leuke video. En dus bij de video is voor deze geslaagd. De vorige huisjesvideo staat hier beneden in de beschrijving. Dan zeggen we like.
abonneer, reageer, zeg eens later. Later. Later.